Ik heb een verrassing voor je. Ik heb namelijk een Tinder-account aangemaakt voor Thea. Oh, okay. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar nieuwe Grannies and Guys. Ik ga het vandaag hebben over het onderwerp online dating. Hebben jullie hier ervaring mee? Nee. Nee. Nee, heb je ons weer? Nee. Ik ben mijn huidige vrouw via Twitter ontmoet. Jullie kinderen niet op Tinder? Nee, nee. Maar mijn dochter heeft ook al 25 jaar is die getrouwd. Ja, ik heb wel eens via Facebook of zo berichtjes gekregen. Ik kreeg een berichtje van een meisje van, hey, leuk jij. Leuk jij? Leuk jij? Ja, is goed. Dus ik dacht, nou, ik ga toch eens even het fotootje checken. En dan stond er een leuk fotootje bij en dan ging ik terugpraten. En volgens mij is het dan ook, heb ik ook wel eens afgesproken zo uiteindelijk. Maar hij heeft niet echt heel veel indruk op je gemaakt, want je weet het niet meer. Nee, dat klopt. Als jullie in deze tijd hadden geleefd, hadden jullie dan Tinder gezeten? Nou, misschien als ik niks anders had kunnen vinden. Ja, misschien kan je nog op Tinder. Nee, laat mij met rust zeggen. Heb je je huidige vriendin ook via internet ontmoet? Eigenlijk wel, ja. Echt al een jaar of 5 geleden, toch wel via Instagram. Ik ken er geen één. Geen één? Nee. Je hebt er eentje voor hoger opgeleide, eentje voor lager opgeleide, eentje voor bejaarden. Ja. Tinder? Nee. Happen? Wie? Wat vinden jullie van Grindr? Hebben jullie er wel eens van gehoord? Volgens mij, jullie kennen dat toch? Wel van gehoord. Wel van gehoord. Ik heb jou een keer gezien dan. We kennen elkaar via Grindr. Zo zijn we niet gehoord. Het is alleen maar seks. Ik heb het wel een keer gehoord. Nou, je zei ook dat het best wel een kutplek was of zo. Het is best wel een seks. Een nulplek, denk ik eerder. Ik heb zelfs een dikpik een keer ontvangen op Snapchat. Ja, dat was echt niet leuk. Dat was echt niet leuk, bro. Grindr! Sorry. Elke keer, Thomas. Wat vinden jullie van Second Love? Dat vind ik bizar. Ja, je hebt mensen die hebben het nodig. Ik vind het ook heel awkward om te kijken wanneer ik met mijn vrouw op de bank zit. Alsof ik dan denk dat zij denkt dat ik daar al ben. Of ja, toch? Die zijn echt heet gewakerd. Ja, die hebben niet genoeg aan één vrouw, nee. Bedoel jij? Of één man. Ja, dat zou kunnen. Het is heel zielig dat het moet bestaan. Maar ik vind het niks allemaal. Ik vind nee. Allebei niks. Nee, ik heb een verrassing voor je. Oh, oh god, wat ben je zitten? Ik heb namelijk een Tinder-account aangemaakt voor Thea. Vuile gek. Maar stel je swipet zo'n granny, dan denk je toch, ja, die ga ik wel eventjes. Ja? Dat is toch grappig? Bro, doe normaal. Niet om echt dingen mee te doen. Niet om echt dingen mee. Mensen hebben oorlog meegemaakt, die wilden dat ook nog. Niet om echt dingen mee te doen. Is dat Peter de Vries? Hij is Rob 65. Vind je hem leuk of niet leuk? Nee. Nee? Kijk, dan gaan we naar rechts. En dan is het dus een nee. Oh? Nee. Hij is leuk. Leuk baardje. En nee, ga weg. Kijk, en dan doen we. Vind je die echt niet leuk? Nee, ik vind het wel leuk om te zien. Oké, ja, dus dan hebben we die nu geliked. Als hij nou jou nou ook leuk vindt, dan heb je dus een match. En dan kan je met elkaar chatten. Maar je zit op Tinder, allemaal van die meisjes zo. En in één keer zo'n vrouw van 80. Zul je zo doen? Nee, ik zou het niet doen. Ik zou swipen voor de grap. En dan? Afspreken. Gewoon even kletsen, gezellig. Bro, je gaat op berimpelde tepel zuigen, man. Laat dat man mee. Ik ga helemaal niet chatten. Is leuk. Nee. Kijk, René 35. God zal een liefhebben. Dan moet ik met alle bochten gaan wreken. Rick, 34. Ja, hij is wel leuk, maar... Ja, oké, dan wordt het een ja. Nee! Ja! Nee! Leo, 70. Kijken, Leo. Ja, je vindt hem wel leuk. Nou, doe dit zo maf. Kijken, wie gek. Nou, best ja, is wel aardig, leuk. Best een aardige vriend. Toch? Oh mijn god! Oh mijn god! Ik doe het niet! Wat wil je tegen Leo zeggen? Gewoon even aardig. Zoals je iemand zou zien bij de ik ga helemaal niks zeggen. Je ziet er leuk uit, bijvoorbeeld. Ja, ja. Leuk weet gezicht, ik toch niet of je er leuk uitziet? Jawel. Je ziet toch zijn gezicht? Nou, hey. Wil een match? Met wie nou weer? Met die hond. Met die hond. Oh ja, dat is leuk. Oh god. Het zweet breekt me aan alle kanten uit hier. En dan wil je wat te drinken voor? Ja, water. Een bordkaartje. Jullie zijn wel twee flirties volgens mij. We krijgen weer een leuk filmpje. Leuk. Nou, dat loopt eigenlijk alleen maar uit op seks. Volgens mij mijn zus die gebruikt het wel, die heeft wel eens iets gevonden, maar... Voor seks? Nee, gewoon voor een relatie, joh. Jezus. Het is wel zo, Tinder is voor seks. Kan alle twee. Tinder is voor seks? Ja. Ja. Je hebt ook erbij die alleen maar seks willen en de andere die houdt er wat aan over. Een relatie of koppijn. Ik heb hier een leuk filmpje over het perfecte Tinder-account. Wat zou nou indruk maken op vrouwen? Maar dat zit hem gewoon in een leuke blik, leuke ogen, goed verzorgd gebit.
Maar verder ben ik geloof ik niet zo extreem kritisch. Linda gaat ervoor. Wat is volgens jullie het perfecte Tinder-account? Wat moet je wel erop zetten en wat absoluut niet? Ja. Niet te open. Ik zou gewoon een soort van hobby's, werk... Ja, ik vind, je moet met een goede catchphrase komen, man. Je moet opvallen, toch? Je leeftijd in ieder geval, duidelijk. En een normale foto. Je gaat toch kijken naar de uiterlijk eerst. Ja, dat is gewoon pure vlees. Je moet heel snel beoordelen. Je moet niet te sletterig zijn. Maar zo als je aangekleed, niet met je blote borst. En, nee, niet... Van hier ben ik, macho. Ook niet te degelijk. Het is gewoon precies de mix. Niet zo'n, het liefst niet zo'n selfie, zeg maar. Gewoon normale foto. Zoals je dagelijks ook bent. Mag dat ook een selfie zijn? Ja, dat maakt niet uit. Dat is toch zo'n beetje hetzelfde. Maar ook niet zo'n fucking... Ook niet een foto met 6 vriendinnen? Niet met vriendinnen, want dan is het altijd de lelijkste van die vriendinnen. En dat weten mannen. Wij mannen weten dat je dan de lelijkste van het groepje bent. Dus dat proberen niet. Duckface? Wat, hoe? Een duckface? Ik heb al een gekke bek van maken, dus het... Stuur je die dan ook naar je man? Naar mijn man toe sturen, die ziet me toch elke dag. Wat moet je absoluut niet in je bio zetten op Tinder? Ik zoek dik. Oké, stel je voor je hebt Tinder. Stel je voor je hebt Tinder. Wat zou jouw bio dan zijn? Oh, Gerso. Nee! Stel je voor, ik heb een match met een jongen. Kan ik hem in mijn huis laten? Ben je Tinder gek? Mee? Nooit. Normaal. Nee, en wegwezen. Thuis moet je ze nooit laten. En hoe kom je van een Tinder-date af? Niet meer reageren. Als ze bij haar zit, bedoel ik. Met... Gewoon niet meer reageren. Tegenover zitten. Ja, daar gaat het. Wil je nog wat drinken? En wat moeten ze absoluut niet tegen je zeggen? Je mag niet meer roken. Dan zeg ik, daar is het gat van de deur en nu wegwezen. Eén iemand die had een date en toen bleek hij half doof te zijn. Dus hij kon ook niet zo goed praten. Maar ja, dat merk je natuurlijk niet als je met hem praat via Tinder of zo. Dus die... Ja, die wilde toch wel vrij snel naar huis. Ik verzond eens half dood. Wat nou als je bijvoorbeeld een date hebt en diegene valt echt heel erg tegen in het echt? Ja, gewoon straight zijn, man. Ik zou het ook niet weten. Ik vind je toch eigenlijk niet zo... Je valt een beetje tegen. Ja, in het echt. Gewoon zeggen, ja, sorry, maar ik had je wel anders verwacht. Dus ik wens jou nog veel succes. Kan je iemand beter online ontmoeten of offline? Online maak je meer kans, denk ik. Ik ben net met het echte. Ja. Niet met dat, daar ben ik niet zo... Wat zijn daar dan de voordelen van? Nou, de realiteit meteen, pang. Mensen zijn zeg maar ook bang om afgewezen te worden. Dus stel je voor, je gaat naar iemand toestappen en je zegt van, joh, je ziet er leuk uit, boven. En opeens zeggen ze, ja, bitch, donder op. Ga weg. Je bent lelijk. Ja, ik ben lelijk. Ga weg. Ga weg. Maar daar zou je wel bang voor kunnen zijn, weet je. Dus je wil niet afgewezen worden. En op Tinder of wat dan denk ik, ja, fuck jou dan. Zoek wel iemand anders. Dus de conclusie is online daten voor de seks, voor de fun of voor een lange relatie? Ik zou het voor de fun doen. Voor allemaal. Ja. Voor alles. Seks. Eigenlijk is online voor alles. Echt voor alles. Ja. Denk voor een relatie. In een relatie heb je zeg maar ook seks, dus uiteindelijk is het een soort van... Fun, relatie, seks. Hoppatee. Allemaal. Ik ga het allemaal uitzoeken. Nou jongens, we hebben Thea even goed geprankt op Tinder. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook op Tinder zitten. Laat het even weten hieronder in de comments. En vergeet niet even te liken en te abonneren. Dan zie ik je snel weer. Doei!